In de reeks Actua Portret gaat Mieke Dobbels op bezoek bij advocaten en straffen madame Christine Muschin. In haar woning, midden in het groen, praten ze over de grote zaken die ze al gepleit heeft. Ik weet eigenlijk niet of voor slachtoffers van misbruik binnen de kerk of daar een grote openheid was, vooraleer dat die zaak echt ontploft is in maart van 2010. Ook de dingen waar je tegenaan botst als advocaat op zoek naar gerechtigheid komen aan bod. De zaak van Noppen, dat is zeer zwaar frustrerend geweest. Toen zijn we toch een stuk het geloof in justitie kwijtgeraakt en dat was niet gering. Ze praat over hoe belangrijk haar vader, de oprichter van fotografiebedrijf Spector, voor haar is. Dat was altijd mijn truc eigenlijk, moet ik zeggen. Om toch iets te durven zeggen was van ja, we zijn papa gewonnen. En dat hielp mij. Ontdek dit portret nu ook op Actua Plus. Gebruik de rode knop, kies voor Actua Plus en Portret.